Ik ben Anne-Martien van Kesteren. Ik ben gastconservator bij het Museum Boijmans van Beuningen. De stoel is ontworpen door vader en zoon Rietveld. Op dat moment werkte Wim Rietveld voor het bedrijf Gispen. Hij was daar verantwoordelijk voor de designcollectie. En ze hebben een ontwerp gemaakt voor de stoel die eigenlijk anders is dan het ontwerp wat je hier ziet. Ze wilden de stoel echt heel minimaal maken in zijn constructie. Dus het is wederom met een gevouwen plaatstalen poten. En de zitting was van aluminium. En dat zou bijna een soort transparante stoel worden waar je doorheen kon kijken. Die bijna geen materiaal meer heeft. Destijds kon die alleen niet gemaakt worden op die manier. Er zijn twee prototypes gemaakt, wel in het materiaal. Maar de productie van die stoel voor de wereldtentoonstelling, wat een aantal honderd stuks is geweest, is in deze versie gemaakt met een kunststofvezel zitting. En die maakt eigenlijk dat de stoel niet zo licht is als hij eigenlijk had moeten zijn. Wim Rietveld was het ook helemaal niet eens met dit ontwerp. Hij is ook naar de hand, ze hebben ruzie gekregen en hij is opgestapt bij het bedrijf. Dus dit was een van de laatste ontwerpen. De stoel is daarna is nooit de wereldstoel geworden die het moest zijn. Want hij kon niet uitgevoerd worden zoals de ontwerpers dat wilden. Maar nou wil het verhaal, en dat is zo mooi, dat ongeveer denk 50 jaar later, 2-3 jaar geleden, heeft Gispen besloten om de stoel opnieuw uit te brengen. Want ze kunnen inmiddels wel die stoel precies zo maken als de mannen Rietveld hadden gewild. Dus op dit moment kan je hem ook kopen. Hij is dan met een aluminium zitting, dus hij is heel mooi, heel licht. En je kan dus zeggen dat die ontwerpers eigenlijk hun tijd ver vooruit waren. Want hun visie was verder dan wat op dat moment de techniek kon leveren.